Pannenkoeken. Suka bleed. Shit, knollen. Again, en verder jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol. Dat ging veel te snel. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol. En vandaag zit ik samen met Don Kaaklijn. Leuk dat je weer bent, bro. Smooth. Dit heb ik in de beschrijving staan. www.knollen.nl. Koop dit. Het zijn leuke t-shirtjes. Geborduurd met knollen erop. Er komt nog meer aan. Wacht maar gewoon even. Je maakt sowieso de blitz op school als je die shit aan hebt, toch? 100%. 1000%. Wij gaan vandaag reageren op de Discord van mij, Milan Knol. Dat ben ik. Ik weet niet of je dat wist. Hi. Hey. Milan Knol. De Discord-link staat in de beschrijving en jullie kunnen je eigen video's insturen. Join de Knoller Gang, want we hebben nu bijna 20.000 mensen die lid zijn van de Discord. Dus doen ook wel eens feestjes en zo op Discord, get-togethers, Don picnics. Zit er ook op, dus je kan met hem praten. Stop met mij PM'en de hele tijd. Dus we beginnen met het allereerste filmpje en dat is natuurlijk altijd de leukste. Wacht even. Waarom? Dat wil ik ook! Ja. Waarom is gapen zo aanstekelijk altijd? Ja, ik weet het niet. Als ik een hond zie gapen, moet ik gapen. Hey Google, waarom is gapen aanstekelijk? Je gaapt het vaakst onder andere wanneer je vermoeid bent, je verveeld of honger hebt. Welke is het? Ik denk moe en heel verveeld. Dan gaan we jou nu blij maken. Ja. En minder verveeld met dit filmpje. Welkom bij Zusjes Vlog. Ik ben 13 jaar oud. Ik ben Renate en ik ben 12 jaar oud. En we gaan video's maken over make-up. Zij mist 8 tanden of zo. Kan ze niks doen. Dan krijg je nieuwe. Dit is zo kut. Het is jouw schuld. Iedereen thuis zit ook te gapen nu. Ik ga nu ook gewoon liggen. Ik vind het wel chiller reageren op dan normaal. Ja, we doen hem gewoon lekker zo. Ja. We gaan heel vaak video's maken, ongeveer 3 keer in een week of zo. Okay. En we hopen dat iedereen gaat kijken. En dat we beroemd worden. We hopen dat iedereen gaat kijken en beroemd worden. Dat we beroemd worden. Nou, jullie hebben nu een kans om beroemd te worden. Of in ieder geval iets bekender, niet beroemd. Laten we wel eerlijk zijn, ik ben niet beroemd. 3 januari zeiden ze dit. 3 keer per week zouden ze uploaden. Dus dat is al wacht minstens... even, dus ze horen nu 8 video's te hebben. Minstens. 8 is er eentje. 3 dagen geleden nog een keer. In 3 weken hebben ze 1 keer geüpload. Ze zouden dus video's gaan uploaden. Wat denk jij dat ze gaan mededelen? Dat ze ermee stoppen weer? Ja, ik denk dat ze nu gaan zeggen van... sorry, maar het is niet gelukt. Deze week wil ik Comedy Central NL heel erg bedanken. Zij hebben namelijk een nieuw seizoen van Drunk Cooking online staan. Check even de link in de beschrijving. Deze aflevering gaat over Jody Bernal en over Outsiders. En mocht je die beide nou niet kennen, maakt helemaal niet uit. Want de aflevering is super grappig. Dit is mijn favoriete stukje uit de aflevering. Ik krijg de hele oven niet aan, man. Wat is het nou? Dat is een vaatwasser, pik. Ik moet deze pakken. Natuurlijk hebben ze nog veel meer afleveringen op hun eigen kanaal Comedy Central NL. En check ook de andere afleveringen. En abonneer jezelf even op Comedy Central. Laten we verder gaan met de video. Ik wil jullie even een mededeling doen. Omdat iedereen aan me vraagt wanneer nou eindelijk de video online komen. En er komen een paar video's online binnenkort. Maar dat kan nog wel duren omdat er nog wat problemen zijn met editen en zo. Dames, heel veel succes. Ja. Ik denk dat jullie het echt niet gaan maken met YouTube. Ik denk het ook niet. Maar ik doe zo lullig omdat stel jij maakt een video en zegt ik ga 3 keer per week uploaden. En je doet het, ook al zijn de video's niet goed, je doet het wel. En dat is waar het om gaat. Je komt je belofte na. Je bent niet zoals Joost speelt spellen dat je elke video te laat uploadt bijvoorbeeld. Ja, of dat je net als Milan zegt nee hoor, als je 1 uur er bent is goed. En dan sta je 1 uur voor de deur. Ligt nog slaap. Ik was boven gewoon bezig. Ja, oké. Okay. Maar ik heb het over vorige week en de week daarvoor. Oh ja, maar dat was gewoon druk. I made a fake RC with fake people's clips. And I made a RC for an April Fool's prank. Cause I am a prankster for XE. And I joined cause Fink let me. I am a Fink accepted me to what? XE. Wat gebeurt hier? Geen idee. Wat gebeurt hier? Waar kijken wij naar? Savage XE. My new ringtone. I am the best wrestler of XE. I should join Paradox. I am so good. I should join. Dit gebeurt er dus als je een kind tijdens de geboorte slaat met een pan. Dan krijg je dit. Oh, nou, dan koop ik geen pannen meer. Of ik neem geen kind, één van die twee. Oh, ja. Even klassieker hoor. Je lult er zo doorheen dat je hem gewoon niet meer hoort. Je hebt het helemaal verneukt. Ja, ik voelde hem. Ja, je hebt het toch verneukt. Echo van Kaas, bro. Middel van die nacht naar het roos, bro. Vind dat je de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag. Versta je dit? Nee. Oh, het is ook copyrighted. Oh, kut. Jordi
klein stukje laten zien. Maar een klein stukje, anders copyright het. En we reageren hierop. We zeggen nu dat dit nummer heel leuk was. En we denken, we weten niet van welke afkomst. Ik weet het ook niet. En ik ga nu iets zeggen en dan gaat Milan erom lachen. Ik heb heel veel last van tenenkaas. Dit is het concept van reageren op. Jongen, stop met het sturen van die kauwgomballen, jongen. Die kunnen we niet doen, want het is een zelfmoordpoging of zo. Weet ik veel, er wordt geclaimd. We hebben die al zo vaak gezien ook. Hou hiermee op. Zoeka bleed. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat hadden we even nodig. Nog een keer. Zoeka bleed. Krijg dadelijk weer een e-mail dat je 500 euro moet betalen. Ja, rapper Sjors claimt iedereen. Iedereen de moeder. Die heeft geen idee van de fair use regel. Wij mogen filmpjes kijken en dan mogen wij op reageren. En dan mogen wij onze review achterlaten of onze mening daarop. Volgens mij is het niet eens verplicht om bronvermelding te doen. Zeg maar dat je laat zien waar het vandaan komt. Maar je moet sowieso je eigen twisten aangeven. Dat doen we bij ieder filmpje. Dus dat heet fair use. Ja. Maar rapper Sjors die zegt van... Nee, dit is mijn filmpje. Dus ik heb alle rechten. Dus ik claim alles. En je moet nu een boete betalen van 2000 euro. Ja, ik loop maar schil te betalen aan die jongen. Ja. Ik weet niet of jij weet hoe het werkt, Sjors. Maar zo werkt het niet. Het is fair use. Dit is ook weer content wat gewoon lekker in die slaapkamer van je moet blijven. Doe het niet op YouTube. Ik vind het lekker als jullie dit posten, want Milan gaat altijd helemaal slecht erop. Ja. Maar ga ik goed op het feit dat Milan slecht gaat. Maar waarom laten die domme kinderen ook gewoon op het internet? Ik ben zo blij en zo dankbaar dat 20 jaar geleden, dat er toen nog geen internet bestond. Want ik had waarschijnlijk ook op internet gezet. Jij deed daarna een roze pet op en een roze shirt en dan zei je, hier, pak die kans of ik pak hem. Ik heb hem. Hoi YouTube en hoi jij. Had je altijd al een vraag voor mij, dan is dit nu je kans. Pak die kans, anders pak ik hem. Ik heb hem. Goed hoor, Milan. Jouw content was echt briljant. Huts. Ja, dat is een nieuw woord voor mij. Dat is populair ineens aan het worden, hè? Wat denk jij dat het betekent? Van gewoon, net zoals dat oude mensen zeggen van... Huppakee. Van hoppa. Hoppa. Huppa. Ploppa. Ja, doe maar. Huppa. Dus hey. Huts. Toch? Ja, I guess. Hutspot level in mijn mouw aan level. Gehakt op mijn bord en ik space aan level. Hutspot level door mijn mouw aan level. Wortels op mijn bord en ik space aan level. Wat doet hij? Hutspot in mijn mouw aan level. Het is tering goed bedacht. Het is origineel. Ja. Toch? Ja. Het is slecht uitgevoerd. Klopt. En dat is jammer. Mocht het Openbaar Ministerie nu zeggen van, of de kabinet van, we stellen hier toch wel een straf in voor 3 jaar als je zulke shit maakt. Dan ga ik wel akkoord. Dan ga ik ook wel akkoord. Dat je gewoon, als je zulke meuk online zet en er komt gewoon iemand van een bepaalde dienst die dat controleert, komt voorbij. Ja, dit is echt slecht. Hup, ja. 3 jaar er zelf in. Trekken met zwaailegen. Wat is Jordi? What the fuck? Jordi, wat doe je op die trekken, jongen? Wat doe je op die trekken? Kijk, dit is Jordi. En dit is die jongen op de trekker. Zoek de verschillen. Ik zie ze niet. Die was altijd te lul. Ja, er komt een dag dat hij jou een Discord bericht stuurt. Milan, luister dan. Ik ga voor iemand anders zitten. Ja, ik neem ontslag. Ik stop ermee. Nou. Ik heb trek in een pannenkoek. Want die zijn lekker vooral met stroop. Of mastig suiker of jam. Of een blikje cola. Dem. Wat pannenkoeken lekker maakt. Je maakt ze zelf, bepaalt de smaak. Ze zijn gezond, je gaat er goed op poepen. Pannenkoeken, 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 pannenkoeken. Ja, leuk. Leuk, je hebt echt trek in pannenkoeken ook. Ik ook, laten we dat halen straks. Zullen we pannenkoeken eten vanavond? Ik heb al heel lang geen pannenkoeken meer gehad. Hey kijker van mijn YouTube, word je wel eens gepest? Laat dat nou niet gebeuren, jij bent zoals je bent. Gewoon lopende suikerspin. Zij zegt net, je mag niet pesten. En dan ga jij nu haar pesten. Goed gedaan. Je moet zeggen, haar haar matcht haar outfit. Ja, haar haar matcht haar outfit. En haar gezicht klopt bij haar arm. Dan heb je 2 positieve dingen in één zin. Heel leuk hoe alles matcht bij haar. Niet de Sims, maar de Sins. De Sins 4
flirten met een ander. Yo kijkers, van Roosie's Wereld. Leuk je kijken naar deze nieuwe aflevering van The Sims 4. Hier zegt ze het wel goed, maar ze zet hem in de titel Sims. Even disliken voor de titelfout. Oh, dat heeft al 3 dislikes. Al 3 mensen dachten, wat de fuck is dit? Nee, ik vind het een like waard. Ja. Doe eens even de goed reacties. Gedaan. Wat is de reactie? Het is Sims, niet met een N. Kan je dat veranderen aan de titel? Ik heet toch ook niet Milan? Ja, ik heet toch ook niet Milan. En als het niet veranderen, strijken we de kanaal gewoon. Ik vind het wel leuk hoor. Ja, leuk video. Sims. Ja, gaan we nooit meer kijken. Nee. Oh, wat is dit? Is dat Roosie's Wereld? Ja! Ja. Rosita. Oh, dat is een collab met Roosie's Wereld en Marcus. Zo, mevrouw, wie bent u? Ik ben Rosita. U bent Rosita? Ja. En wat doet u hier als ik vraag mag? Ik was mijn tafelkleed al kwijt, ouwe. Heeft zij hem aan of heeft hij hem nee, op? Nee, zij heeft hem aan. Zij heeft hem aan, oké. Okay. Zeg, weet jij wel wie ik ben? Ik ben een goede vriend van Marcus. Ik weet nu wie jij nu bent. Wie jij nu bent. Wie jij nu huh? bent. Ik weet nu wie jij nu bent. Je bent een goede vriend van Marcus. Let's dance. Yes. Wat dan? Dan hoor ik je maar zo. Ik ben even in de war, man. Ik snap het ook niet. Ik begrijp er helemaal niks van. Moeten wij een nummer met z'n vieren maken? Bij de 10.000 likes doen we dat. Bij de 20.000 likes doen we dat. Bij de 30.000 likes doen we dat. Bij de 40.000 likes. Oeps. Ik moet nog steeds een nummer maken met die jongens. Ja. Want we hebben 60.000 likes. Jongens, ik kan geen nummer maken met hun, want hun kunnen allebei, alle drie geen tekst schrijven. Don heeft het ook zelf zijn eigen tekst niet geschreven. Dat heeft hij ook voor iemand anders laten doen. Ja. En dat betekent dus dat ik teksten voor hun moet schrijven. Maar even terugkomen, we moeten nog een nummer maken dus. Ja. Ja, leuk. Dit is, wil je alles zien? Yangtra. Zal ik hier niet wat goeds maken, hè, Yangtra. Ja, Yangtra is niet normaal, maar... getalenteerd jong. Bedankt allemaal voor het kijken naar deze video. Voor reageren op. Het doet ze voort, hij is echt kapot. Oh. Het hele membraapje ligt eruit. Oh jezus, hij is nu echt kapot. Nou, ja, bedankt allemaal voor het kijken. Klik hier voor een nieuwe video. Ja, hier. Of hier. Ja, hier. En like alsjeblieft die video. Milan is emo, maar heb je die nodig. En ja, weet je, ik hou van jullie. Milan houdt ook van jullie. Hij is af en toe een beetje chagrijnig, maar dat geeft niet. Stuur gewoon leuke filmpjes in, word even lid van de Discord, abonneer. Met vriendelijke groet mij. Doei. Kan jij overmaken naar mij ook? Ja, ik maak wel wat top over.